Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 27 mei 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. In de uitzending vandaag weer de morsewoorden en een SSTV-plaatje in PD50 te ontvangen met bijvoorbeeld Robot36, een app voor Android, en CQ-SSTV voor iOS. Verder kan het ontvangen worden met MM-SSTV onder Windows en het programma dat loopt ook via Wine onder Linux. Het plaatje van vandaag laat zien wat er mis kan gaan met een keurig kapsel van een zendamateur onder invloed van gewichtloosheid. Bergbeklimmers in Bengale, India, zijn momenteel bezig om hun amateurlicentie te halen. Dit om de amateurapparatuur in te zetten tijdens reddingsacties. Op 25 mei werd de eerste licentie hiervoor uitgegeven. Binnenkort komen er daar nog tussen de 20 en de 30 bij. Het zendexamen in India is notwaar moeilijk en het pad ernaartoe is geplaveid met talloze administratieve hobbels. Onlangs nog kregen enkele amateurs hun vergunning die daar meer dan 25 jaar na hun examen op moesten wachten. In heel India, waar de zendhobby sterk in opkomst is, zie je dat de hobby ook door overheden wordt ingezet bij de hulpverlening voor het geval van calamiteiten. Een paar jaar geleden wilden ook de doorgaans laag opgeleide Indiaanse vissers daar een graantje van meepikken. Zij voerden actie voor amateurapparatuur aan boord van hun vissersscheepjes. Hoogstwaarschijnlijk begrepen ze toen niet dat er een examen voor gedaan moest worden of ze wilden de apparatuur zonder amateurmachtiging kunnen gebruiken. Het verzoek werd overigens afgewezen. Over Oklahoma was een bijzondere en zeldzame vorm van ruimtebliksem te zien, zo schrijft Southgatearc.org op basis van spaceweather.com. Het betreft een cluster van zogenaamde sprites. Het verschijnsel gaf bijzonder veel licht, zo schrijft het artikel verder. Tijdens het onweersseizoen later deze zomer zouden er daarvan nog meer kunnen optreden. Sprites zijn lichtverschijnselen die boven onweersbuien optreden in de ionosfeer. Normale bliksem speelt zich af veel lager in de atmosfeer. Ja, er is niet zo heel veel nieuws te vermelden vandaag. Vandaag maar twee berichten. De uitzending op vrijdag is vaak wat minder uitgebreid vanwege de late uitzending op PI3 UTR om 10:30. Maar we hebben wel een deel over antennes. In deel 23 van antennes gaan we nog even door met de inverted V. Zo'n zijwaarts van de mast geplaatste inverted V is in feite dezelfde antenne als wat op 27 MHz als de boomerang antenne bekend staat. Een verkorte spriet met een verkorte radiaal, speciaal bedoeld voor balkonmontage. Het enige verschil is dat de antenne iets gedraaid staat, waarbij de zijwaartse inverted V, de bovenste spriet, schuin omhoog staat, staat hij bij de boomerang antenne verticaal. De zijwaartse variant van de antenne heb ik ook wel eens op dezelfde manier zijwaarts op de mast op 2 meter geprobeerd. Het probleem is daar dat afhankelijk van de marges bij de uitvoering de lengte van de helft van de inverted V-dipool wat onvoorspelbaar wordt. Ik heb dat wel vaker gezien bij antennes en ik vind het altijd een groot probleem als een goed resultaat door dit soort marges niet reproduceerbaar is. Op 2 meter dus maar beter niet met kroonstenen in de weer. Wat op 4 meter verder bij deze antenne erg opviel, is dat ik de stralen weliswaar tegen een niet geleidende glasfibermast had gemonteerd, maar dat er natuurlijk wel coax naartoe moet, die op zijn minst een stuk parallel aan de onderste helft van de inverted V-dipool liep. Dat merkte je als je de antenne ronddraaide, dus niet aan het stralingsdiagram. Ook niet als ik de inverted V wat lager monteerde en erboven nog een antenne plaatste, waarbij ook de bovenste helft van de inverted V langs de coaxkabel liep. Het klopt met wat simulaties die ik wel eens heb gedaan. Een zijwaarts van de mast geplaatste rondstraler straalt doorgaans nog altijd keurig in de rondte. Een andere antenne die ik vaak in allerlei varianten gebruik is een eindgevoerde draad. Als ik even kan, neem ik daarvoor een bestemde lengte, een halve golf in dat geval, net als bij een high-end FET voor één band. Een dergelijke antenne heb ik ook eens gemaakt als verticale rondstraler voor 50 MHz. Ook die antenne is gemaakt voor plaatsing in een dunne glasfibermast. De straler bestaat uit flexibel lichtnetdraad van de meest gebruikelijke dikte, bovenaan keurig dichtgemaakt uiteraard. Een halve golf op 6 meter die is krap 3 meter lang. Onderaan de draad heb ik een superklein plastic behuizingje gemonteerd met daarin een P-filter dat bestaat uit 2,5 kwadraat massief lichtnetdraad, een winning of 12, met aan de hoogohmige kant een tronsorstrimmer in plastic met enige plaatafstand en aan de laagohmige kant een postzegeltrimmer. Deze antenne werkt bijzonder goed. Hij is ook redelijk breedbandig. De meest spectaculaire verbinding met het ding was een portofoon op een balkon in Amstelveen en dat vanuit Amersfoort. Die portofoon die werkt op een portofoonantenne. Mobiel antennes werken op 50 MHz nog bijzonder goed, maar portofoonantennes bijzonder matig omdat ze toch wel erg klein worden ten opzichte van de golflengte van een kwart daarvan. Ik heb dezezelfde halve golfantenne ook vaak gebruikt in combinatie met de zijwaartse inverted V voor 4 meter. De halve golf voor 6 meter bovenin en de 4 meter antenne 1 of 1,5 meter daaronder.
Ik noemde het al even, maar vanavond is weer de lange uitzending van PA00 Nieuws -de Daily Minutes op PI3 UTR met aan het begin een herhaling van alle Nederlandstalige Daily Minutes van de week ervoor. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. In the beginning, there was silence. Then came ham radio. And there came the great exchange of ideas that led to many new inventions like the cell phone and communications that leads to lifelong friendships from down the street to around the world with millions of other amateur radio operators. And today's ham radio is the best source of backup communications during disasters or emergencies. Ham radio is alive and well. Find out more and get in on all the action.